Beste mensen, welkom bij de KFPS podcast. Vandaag zijn we met de podcast aanbeland bij Alice Boy boven in de stal. Boven haar duurzame koeienstal en we kijken uit over de tevreden herkauwende koeien. Zo vlak voor de kerst op weg naar de hengstkeuring 2023. We gaan het gesprek aan vandaag met oud-inspecteurs, oud-gedienden die hun steentje hebben bijgedragen aan de vlucht die onze Friese paard het afgelopen jaren letterlijk en figuurlijk genomen heeft. Niet de mannen van het eerste uur, zoals Kees Faber, Piet de Boer, Hendrik Draaier, maar wel met de mannen en een vrouw die samen misschien wel meer dan 50 jaar de selectie van de hengsten mede hebben bepaald. Met hen gaan we terug in de tijd. Terug naar de invloedrijke hengsten, terug naar vroeger. Verhalen die niet vergeten mogen worden. En aan tafel bij ons zitten Piet Hoekstra, Harre Mulder, Harry Draaier en Jaap Poesma. En Louise Hompe had er normaal ook bij gezeten, maar die gaan we achteraf nog in een latere podcast interviewen. Ik wil graag het woord eerst geven aan Harry. Jij zit links van mij, dichtst erbij. In welk jaar maakte jij je eerste hengstenkeuring mee? En kun je dat verschil eens beschrijven van toen met nu? Om eerlijk te zijn weet ik het niet precies meer. Wat me het meeste bijstaat is nog in 2004. Want kijk, vroeger was de hengstenkeuring was één commissie. Nu zijn er twee commissies. Maar toen had je één commissie. En die bepaalde niet alleen de nieuwe hengsten moest die keuren. Maar die moesten ook nog de kampioenskeuring. En dat werk moesten ze eigenlijk ook doen. En voor mij staat nog het meeste bij. Dat is in 2004 geweest. Toen zijn we voor het eerst naar Ermelo gegaan. Waar de kooi toen voor het eerst werd geïntroduceerd. En toen zijn we als inspectie bij elkaar geweest in Jouweren. En er moest een man uit de inspectie, die moest dat werk gaan doen daar. En toen wezen alle vingers die wezen naar Harry, van dat moet jij doen. Dus toen heb ik voor het eerst daar als voorzitter van met name ook van de jonge hengsten. En ook de oudere hengsten dus, maar met name ook van de jonge hengsten. Voor het eerst daar in Ermelo gedaan. Ik weet niet meer wie mijn derde man erbij was, maar in elk geval ook met Jon Hamminga erbij. En ik ben even kwijt wie er nog meer bij was. Dat is misschien wel steun, maar dat kon ik ook voor mezelf niet meer zo nagaan. Maar misschien weet een van jullie dat nog. Maar dat was een bijzondere ervaring. Dat vond ik een hele belevenis. Niet alleen dat het heel plezierig was om we daar bleven logeren. Maar dat was ook een prachtgebeuren daar. Met een prachtig mooie baan. Was nu veel uitgebreider als nu. Het straatje bestond toen nog uit een driehoek. Waar ze in moesten stappen en draven. Ook in een driehoek en één recht stuk. En ik weet wel, de eerste jaren toen was het verzoek ook om alle hengsten, want het was dan laagdrempelig. Dus we moesten alle hengsten die maar mogelijk waren, die moesten komen te keuren. En dus het waren toen al meer dan 300, waarvan ook sommigen wel 12 jaar waren. En dat is eigenlijk mijn eerste jaargang geweest, wat mij nog het meeste bijstaat, dat mijn eerste periode was als voorzitter van de hengstenkeuring. Ja. Ik heb ook nog wel andere hengstenkeuring gemaakt, want ik zit al jaren in de herkeuring, heb ik ook gezeten. Ik ben ooit een keer in Leeuwarden, hebben ze mij volgens mij gewoon opgeroepen. Dat gebeurde dan op dezelfde dag nog, de herkeuring. En toen met Verdekken Wortel heb ik toen daar nog wat herkeuringen gedaan op de zaterdag. En later werd dat apart op een dag gedaan. En dus dat is mijn eerste traject geweest in het hengstenkeuring gebeuren, eigenlijk de herkeuringen. En daar heb ik jaren in gezeten. Dit was al in de 90e jaren was dit al. Want ik heb Iek meegekeurd, herkeuring en Tjalken. Nou, dat waren voor zover ik weet in 94 en 98. Ja. Dus dat is al een hele poos geleden. Ja, want Tjalken wordt 25 jaar. Oké. Okay. Kunnen we nog wel heel veel vragen over stellen? Want van die kooi is toch wel heel grappig. Dat is eigenlijk bijna 20 jaar geleden dat begonnen is in die kooi. Ja. Wat was het idee daarachter? Waarom? Nou, er is er een proefperiode bij geweest. Volgens mij heb jij dat nog meegedaan, Harm. Toen is er lang over gesproken, de jaren daarvoor al. Het is in Drachten een keer geweest. Maar het was een proefopstelling is daartoe geweest. Met Lamert Haaster zo erbij. En dat was na de hengstenkeuring, voor Cedric. Ja, voor het verrichting een onderzoek daar. Ja, nou en toen. Ja.
En dat is toen, ja, dat waren de meningen heel erg verdeeld over. En hoe dat traject precies gelopen is, dat weet ik niet. Maar het is toen in 2004, is het toen in elk geval in die zomer is besloten om het hele traject te veranderen en om een nieuwe weg in te slaan. En dat was ook het begin van de kooi. Dat was het begin van de kooi. Ja. Eerst kregen ze op het straatje en later de kooi. De galop. Ja, maar goed, daar meer dingen waar je moet letten, alleen de galop maar, en het straatje. Dus ja, dat was een heel traject daar. Maar feitelijk in navolging van KWPN, want die was uiteraard, er al eerder. Waren er al begonnen. Kijk, want we gebruikten ook hetzelfde straatje en hetzelfde driehoekje als het KWPN hebben wij gebruikt. Want dat lag al in de kleine markt. In Ermelo, natuurlijk. Ja. Dus konden wij daar gewoon gebruik van maken. Zo ging het de eerste 2-3 jaar volgens mij. Later is dat weer gescheiden gegaan. En werd het er opnieuw ingelegd. Maar er werd een speciale straatje ingelegd. Ja. Ik weet niet meer hoe die bak er heet, maar in een kleine bak. Ja. Dus dat was mijn eerste traject. Traject, precies. Ja. Piet, voor jou natuurlijk dezelfde vraag. Ja, nou, ik begin dan maar even in het begin. Wanneer ik voor het eerst op de keuring ben geweest, de Hengste keuring, dat was in 1970. Ja. Nou, toen had ik nog geen functie dus. Nee. Ik ben in functie gekomen en ik ben met het boeren gestopt in 1993. En toen ben ik benoemd tot adjunct. En in 1994, toen stopte Draaier Senior ermee. En toen ben ik inspecteur geworden. En ook in de Hengste Keuringcommissie gekomen. Tot 2003, 2004, zoiets. Dus net voordat... De hengsten in de kooi. We hebben gewisseld waarschijnlijk. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. En wat wil je meer weten? Nou, dat is dus bijna 30 jaar geleden. Ja, zeker. Zo'n beetje geweest. Bijna 30 jaar boer geweest. En en die tijd daarna. Ja. Kunt u eens beschrijven hoe de hengstenkeuring toen ging, 30 jaar geleden? Zoveel anders als nu? Ja, ik weet nog wel. Ja, heel anders natuurlijk. En ook de paarden, die zijn enorm vooruit gegaan qua type en ook qua beweging. Ik weet nog wel dat Harm een keer tegen me zei, moet eens kijken wat er nu op de tribune zit. Een ander soort mensen. Gouden kettingen om, weet je wel. Dat weet ik nog dat hij dat zei. Ja, en er kwam er wat leven in de brouwerij. De paarden werden duurder en... Ja, dan komt er ook een ander soort blik. Ja. En dat is niet zo erg natuurlijk, maar dat weet ik nu wel dat zij had hem toen. Dat is een mooi. Mijn dochter die heeft een foto van Ewald op de Lange Marktstraat heeft ze uitgeprint. En heeft ze uitgeprint op behang op de achterkant van de kamer. Okay. En er staan al die gezichten en die staan haarfijn, die kun je daar allemaal wel in herkennen, als je ze kent. Maar het vallende is, één had een hoed op. Ja. Een beetje de herenboer bij wijze van spreken. Anderen hadden een alpine muts op en een leren jas aan. Die waren op een brommer gekomen. Maar het waren allemaal mannen. Er was geen enkele vrouw bij. Nee, hè? Nee. Helemaal. En een hele lange rij stond er op die Lange Marktstraat voor de cafés. En die paarden liepen op het zand op de straat. Ja, nu komen er langzamerhand meer vrouwelijke juryleden. Maar ik zag nu net in de frizo vanmorgen, er zijn weer 10. Goedgekeurd, zal ik het maar noemen. Het waren allemaal dames. Ja. 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 Ja, van de vrouwenclub, Piet. Ja, moet zo zijn. Maar even op Jaap terug te komen. Je had toen tegelijk de KWPN-keuring, of de NWP-keuring van de Bovenlanders en de Friesen. Ja. En dat was dan op de Lange Marktstraat en dan was begin maart koud. Ja. En dan waren de Friesen weer te kijken, want dan waren ze weer rubriek Friesen. En dan zat de andere groep, de KWPM, of de NWP-mensen, die zaten in het café even op te warmen en koffie te drinken. En dan wisselde dat steeds. Want iedereen had belangstelling voor zijn ras. Ja. En dat was dan wel... Wat is het de tijd van Ewald geweest, wat jij zegt? Ja, maar wanneer is dat? Dat is Ewald. Dat was in 1956 ongeveer. Ja, ik ging als kleine jongen, mocht ik mee. Toen was ik 5 of 6 jaar, want Ewald is niet oud geworden, want hij is 1945 geboren. En is 10 jaar, meen ik, geworden. En dan mocht ik mee in een veekar, op een vrachtauto. En dat was begin maart. Ja. En die hengsten die stonden allemaal in die stallingen achter de cafés, Kloppenburg en
verschillende, iedereen had zijn eigen stalling. En door een oude steeg, en daar werden ze dan voorgebracht. En die hengsten, die kwamen eerst in een hokje te staan. En dan wanneer ze de baan in moesten, en Ewald was een temperamentvolle hengst. En die ging altijd op twee benen de baan in. En in de lange lijnen. Hè? Zo werden ze voorgebracht. Ja. Ja, het is een prachtige foto. En hoe scherp die ook nog is, dat is schitterend. Ja. Ja. En hoe druk was het toen? Ja, een aantal mensen, maar als je dus drie rijen dik stond aan één kant, dat kan ik nog op een foto zien. Ja. Maar goed, ja, dat was heel bijzonder, vond ik het. Ja. We onderbraken je eigenlijk, Piet, want je was toch bezig met je verhaal over de hengstekeuring, hoe jij dat ervaren hebt? Ja, nou, ik zeg nou wel eens tegen mijn vrouw, ik heb een prachtige jaren gehad met Stamboek. Je hebt een heel mooi gedicht zelfs gemaakt over... Over Heerke, Piet. Ja. Ik zal het even voorlezen. Nooit eens om een Heerke. Heerke, Heerke, wat wierst een wonder. Voor is valkerij, het wie bijzonder. Troch die vak was toch preferent. We hingen in die een echt talent. Rondom in de wereld een begrip. Doe wierst een hingst mij stip. Vooral in beweging tegen sterk. Dat wie die een absolute merk. Als ik daar op een hingstekeuring zeg, dan die mannen gingen trin in het reeg. Mij allure giest ook door de baan, om die oren nog eens te verslaan. Opsteld voor de jury steen, zeg ik die lipke hinnen en werfhagen. Dat is het beeld, dat bloedt mij bij, dat wie het aparte vooral in die. Een hingst mijn karakter, dat missen wij vaak. Zoals to wiest, dat voel je in de smaak. Ettelijke keren kampioen best o west. En nu dan luist in diepe rest. Ik weet ook nog wel dat Harm vertelde zo net ook nog even een mooi stukje over Heerke. Hij was van die eigenaar achter Heerenveen vandaan. Ja, Tjassing. Tjassing. En toen kocht Dijkstra uit Haskerhout, die kocht hem. En die ging naar die man toe, toen was hij misschien 2 jaar oud, zoiets. Hij was nog niet goedgekeurd, dacht ik. Ja, dacht ik wel. Jawel? Ja, hij was net goedgekeurd. Toen had hij hem kocht. Oké. Nou, en hij zit bij de Tjassing in huis. En toen zegt die Tjassing tegen Dijkstra, hij kent ook kunstjes. Oh ja? Ja, hij zei, ik zag hem wel even laten zien. Hij deed de keukendeur open en de boogsdeur open. Heerke stapt in de keuken, hij draait de lamp uit de fitting, weet je wel? Zo is het verhaal, als het waar is, ja, weet ik niet. Ja, dat heb ik ook wel gehoord. Ja. Ja, maar dan denk ik, ja, altijd ging het lipje heen en weer. Nou, dat is dan machtig, zulke verhalen. Ja, ja. Als het nu wel waar is of niet, maar is het verhaal wel. Ja, ik heb het ook wel gehoord. Ja, zeker. Ja, heel mooi. Maar Heerke is ook echt een hengst, Piet, die jou is bijgebleven. Ja, vind ik wel. Uit vroege tijden, ja zeker. Later heb je natuurlijk wel anderen in het geheugen zetten. Ja. Want ik weet nog wel over Jasper. Toen keurden Harm en Piet de Boer en ik met z'n drieën. En Gerard van der Meulen, die bracht hem voor, die kwam erin. Hij was al niks te groot. En toen zei Piet de Boer als vrij snel... Oh, hij zei, die hoeven niet. En ik zei, heb je zo net wel gezien wat hij daar in die wending deed? Een paar aparte bewegingen. Oh, toen zei Harm ook. Want ik zei, als we hem nu uitgooien, dan zijn we hem kwijt. We kunnen hem in het centraal onderzoek altijd nog uitgooien. Nou, dat is Jasper geworden. Nou, zulke dingen vind ik prachtig. Ja. Ja, om later nog weer aan terug te denken. Ja. 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 Prachtig. Ja. Piet, we gaan even naar de overkant, want er zit Harm aan de andere kant van de tafel. Harm, wat zijn jouw herinneringen aan de... Nou ja, eerst even wanneer ik begonnen ben. Ja. Ja. Nou, ik ben in 1980 in het stamboekbestuur gestemd. Kees Faber was toen 65 geworden. En tot die tijd zat de inspecteur altijd in het stamboek. He, vanaf de 1979 is het bestuur altijd, zat de inspecteur ook in het stamboek. Hendrik Draaier was in 1979 adjunct inspecteur geworden en 80 inspecteur. En in 84, toen groeide het stamboek al een beetje. He, voor die tijd was er altijd één inspecteur. He, toen groeide het stamboek al wat, dus zeiden we, ja, we moeten wel een beetje uitbreiding hebben. Dus toen ben ik in 84
adjunct-inspecteur geworden. En later inspecteur. En de eerste jaren, in begin 80er jaren, zijn we met de verrichten begonnen, met de hengsten in Ermelo. Toen heb ik dan met Kees Faber en Rick Dekker in de verrichtingsjury gezeten. En toen het staanboek wat groeide, toen en draaier, ben ik toen na het draaier in de inspectie of in de jury gekomen van de hengstenkeuring. Dat was, ik dacht, 89. En toen heb ik draaier nog 3 jaar meegedraaid. En toen is die met, toen die 65 was, de draaier zei, ik ben door de achterdeur binnengekomen en ga ik weer door de achterdeur eruit. Toen was hij ook zomaar weer weg, Maar met 65 is hij met alles gestopt. Ik ging uit bestuur vandaan en toen is hij ook als inspecteur opgestapt. Met de tuigen en toen gooide hij zijn hoed in het publiek, weet ik nog wel. Ja, hij zei, dit is het laatste. Ja, ja. Maar hij had ook noten begonnen met lineair scoren en dan moest draaien niet zoveel hebben. Draaier had dan altijd die rode bokjes dan. Toen zei hij, ja, ik had informatie op een sigarendoos staan. Dus dat zijn dan ontwikkelingen en ja, dat is toen opgestart. Nou ja, daarna heb ik met Piet Boer en Piet Hoekstra de hengstenjury gedaan tot 2004, zo. Ja. En dat is toch wel een hele ontwikkeling geweest, ook met aantallen paarden. En de eerste keuringen, dan hadden we alle paarden. En dan hadden we nu hebben we de voorselectie in Haren dit jaar. En daarvoor hadden we 2 dagen, kwamen alle 200 hengsten, elke dag een 100 hengsten ongeveer. En dan maakte je dan een selectie uit en de beste die kwamen, de beste 30, 40... Die kwamen dan zaterdags weer voor de tweede bezichtiging en daar koos je een stuk of 15 uit. Ja. Die ontwikkeling is... En we zaten toen wel in de tijd dat die paardenstapel groeide. De druk zat ook op een jury. We kregen de opdracht wel van het bestuur, keur meer hengsten goed. Want anders gaat het met inteelt en alles ook weer fout. Hè? Je moet dat wel bijhouden en proberen ook uit wat nu nog steeds... met hengsten met laag verwantschap. En dat wist je vroeger ook wel. Precies, het was toen ik ook ik weet wel, ik ging voor het eerst naar Amerika toe en toen was... toen belde ik draaier op, dat was in 83, 84. En toen zei ik, hoe moet het? Want Bartelt staat ook weer in het boekje. Bartelt was hier 2 keer afgekeurd en draaier zei... er gaat wat te veel wind onderdoor. En er was misschien anders ook wel wat. Toen zei ik ze in draaien, nou, ik zei, je zat met z'n tweeën in de inspectie, dus je moet ook een beetje open beiden en met elkaar eens zijn, hè, beleid te maken. Nou ja, ze draaien, ik ging er met nog één heen te keuren. Hij zei, als er een beetje op liekert, dan wies er maar om, hè, dat hij daar een verrichting kan doen. En dat is dus ook gebeurd en die is goed gekeurd. En als je dat dan nou ziet, het was een nazoon en die had dus een vrij hoge inteelt, 8,5%, maar een heel laag verwantschap, omdat hij dus in een bepaalde lijn van onder was ingeteeld via kerst. En dus nu, zei, en nu hebben we dat allemaal op papier, maar dat wist hij toen niet. Uit je hoofd wel. Ja, van, ja. Hij zit in een hoek waar niet veel paarden van zijn. En dan geeft hij in Amerika geeft hij 2 hengsten, Piet en Wander. Nou, Deutsche komt eruit en Deutsche heeft hier weer al 4 zonen gekregen. En dit jaar, Gjald heeft een omer gegeven. En daar is dit jaar weer een jonge hengst van goedgekeurd. En dan zie je hoe belangrijk het is dat je zo'n hengst toen wel pakte, om dan nu ook weer een lijntje erbij te houden. Juist. Dus je moet altijd eigenlijk wel breed denken dat je alles er wel probeert bij te houden. Ja. En zo'n hengst is dan weer een stapje om weer verder te komen in je selectie. Maar niet alleen kwaliteit, maar ook verbreding van je bloedlijnen. Dus dat, en nu kun je dat via de computer allemaal in verwantschap en alles, dat kun je precies berekenen. Maar toen had je dat ook wel in je hoofd van, ja, maar hij past wel qua bloedvoering. Ja. Ik weet ook nog wel, toen we maakten toen dus een keer de afspraak van, we willen geen paarden meer goedkeuren, geen hengsten die wit en een hoef hebben. En toen zaten we vrijdagavond met de veeartsen rond de tafel en die zeiden dat nummer heeft wat wit in de hoef. En wij vonden het een hele aparte, dat is later Volkert geworden. Ah, ja, ja.
En dus wij met het bestuur in overleg, hoe moet dat nu? Want ja, een paar weken van tevoren hadden we al gezegd, die willen we niet. En daar hadden de hengstenhouders ook rekening mee gehouden. Die waren hem ook wel tegengekomen. Die zeiden, en het was ook maar een klein stukje, hè? Ja, het zat in de teen. In de teen. Ja, maar goed. Nou, als jullie dat menen, zei Glaagdraaf gewoon, dan neem je maar mee. Dat hebben we gedaan. Daar is volkend geworden. Nou, heeft goed gefokt. Ja. Ook nog een keer kampioen geweest, of twee keer, weet ik het. Ja, want we hebben wel tegen de eigenaar gezegd, je moet wel bovengemiddeld scoren in cijfers. Ja, dan kan het dan al een beetje struikelen. Ja, zo gaat dat. Ik hoor nou in één keer Harry, jij hebt een beetje... Nee, maar wij hebben dat soort situaties niet toevallig, maar wit hebben wij ook wel gehad. Dat je gewoon een hengst dan meeneemt. En ook, dan moet hij ook tegen de eigenaar gezegd, maar hij moet wel boven het gemiddelde presteren. Ja. Nou, en dan is het natuurlijk later wel mooi dat het ook gebeurt, ja. Dat hij goed valt. Nou, wat dat betreft, Bartelt, kan ik me nog herinneren. Heike en ik, wij zaten destijds in het bestuur van het stamboek. En de beide jongens die mochten op een gegeven moment naar Amerika toe. Glaster van Loon en Draaier, of Harm, ik kon er niet. En Heike en ik, we zaten toen in het bestuur en mochten wij ook. Dus we kwamen daarbij de boer, Feike de Boer. Kwamen we inderdaad, buiten de keuring kwamen we Bartel tegen. Nou, hij zei, dat had toen een andere naam. Maar jullie moeten deze hengst ook in bekijken. Nou, we hebben bekeken en er waren toch wel wat bemerkingen omtrent de beenstand. En zei, nou, wij zien het niet zo zitten. Maar dat is inderdaad later de hengst Bartel geworden. Maar goed, er ligt inderdaad een plausibel verhaal achter. Ja, ja. Omtrent de bloedvoering, maar dat ligt er dan wel even wat. Ja. Wij zijn er geweest, 1 jaar bij Feike de Boer. En later bij dus ook in dezelfde reis bij Frank Leijendekker. Ja, we hebben daar inderdaad de paren gekeurd op een waarde. Maar het was ook meteen de laatste keer dat wij in Amerika waren. Van Heike en ik. Te eerlijk. Denk het wel. Ja. Ja. Maar Harm, even terug naar de hengstenkeuring. Want dat van Bartelt was ook een klein beetje een buitenlands verhaal. Dat kan ik me voorstellen. Was Bartelt ooit op de hengstenkeuring in Nederland weer geweest? Ja, nee, niet weer. Nee, hij is allemaal daar. Ja, dat gebleven. Ja. Kijk, want dat hadden we toen direct wel met die jonge hengsten, met die Amerikanen afgesproken. Ze doen een verkort onderzoek. Dat is nu eigenlijk nog zo. Het is niet helemaal vergelijkbaar, want de jury staat hier, naar Ermelo. Nou, die hebben die hengst veel meer in de kijker dan in Amerika. Daar komt een jury een week en tussentijds even te kijken. Hebben we gezegd om die hengsten daar ook te houden. Die Amerikanen wouden in die tijd en nu nog ook graag goedgekeurde hengsten hebben. Dus toen zeiden we van, de eerste 4 jaar voor de afstammelingkeuring moeten ze in Amerika blijven. Komen ze eerder terug, want de commercie zat er ook aan te trekken als de interessante hengsten. Dan moeten ze hier een verrichtingsonderzoek doen. Om het ook eerlijk te doen tegen de hengsten hier, omdat die ook 10 weken in de verrichting doen. Dus die hengsten werden niet half goedgekeurd, maar alleen goedgekeurd voor Amerika met die clausule, dan bleven ze daar ook. En als ze dan op afstammeling goedkeurden, dan komen ze hier. En net het Duitse was een ander verhaal, die kwam hier en deed hier de verrichting. Ja. Dus het was ook om die hengsten daar te houden, want dan trekken die hengsten houden. Die denken, oh, daar is een goedgekeurd, wel interessant bloed. Ze kunnen hier meer dekken, dus ze zijn ook interessanter hier. Dus daarom hadden we dat er vroeger ook in van, tot afstammelingkeuring moeten ze in Amerika blijven. En anders moeten ze hier de test op doen. Om een stok achter de deur om ze daar ook te houden voor die fokkers daar. Precies. Dat was de reden. Het was niet dat we geen vertrouwen in die hengsten hadden, maar meer om ze daar dus te houden voor die eigenaar. Ja. En even terug naar de hengstenkeuring. Hoeveel jaar heb jij daar in de baan gestaan? Nou ja, tot 1989, tot 2003, 2004, zo. Ja. 2003 denk ik, want 2004 was mijn eerste. Ja, dus. Ja, jullie hebben elkaar weer opgevolgd. Ja. Want ja, de hengstenkeuring, de beginjaren, ik weet wel, in 1963 hadden we voor het eerst in de Frieslandhal. Toen was de Frieslandhal klaar. Ja, ja. En toen schreef Kolenbrander, dat was een journalist in de Hoefslagen en in de Boerderij. Die schreef, we hebben de hengstenkeuring gehad in de grootste Frieshal van Friesland. Ja. Want het was wel onder dak, maar het was wel koud. Ja, Frieslandhal. Ja. En het was de Frieshal met de vee.
En hoe zag dat er dan uit? Was dat ook echt een baan zoals we die ja, nu maar, kennen? Ja, de balies waren er toen in, waar de koeien aan stonden. En dan gingen ze om de balie heen. Ja, ja. Daar hadden ja, twee zandbanen hadden ze dan heen en terug om de balie heen. En ik weet voor het eerst, er was er geen tribune, er was een aanhangwagen en er stonden 5 stoelen op voor ja. het stuur. Ja. Oh. En hebben we zo... Ja. Ja, ik heb het eraan meegenomen met een hengst. Ja. Van Hendrik Draaier heb je toen met Piersma opgefokt. Oh ja, Krietsen. Krietsen, ja. En die is toen, ja, die is toen goedgekeurd. Dan moest je gewoon tussen de... Nou, waar de koeien, zoals jij dat zegt, wat zand lag erop. En dan moest je even een paar keer heen en weer draven. En dat was ook een eerste bezichting en volgens mij een tweede bezichting. En ja, ja. Op dezelfde dag... Werd die goedgekeurd, zeg maar, ja. Ja. Maar ja, de aantallen waren, ik weet wel, de jaargangen van, nou ja, dat zijn dan hengsten die nou wel wat in het geheugen liggen, Wessel en Tjalling. En toen waren er maar een stuk of 5-6 hengsten op keuring. Ja. Dat was nee, niet. 8-6, nee, dat kan je niet voorstellen. En hengst als Igraam, die is door Kees Faber is er naar Smink gereden, je moet die hengsten eigenlijk laten keuren, want we moeten hengsten hebben. En dan werd het gestimuleerd om met de hengst aan de keuring te komen. Ja. Dat waren een heel andere tijd. Kom alsjeblieft, want anders hebben we geen hengst. Is ook in de herfst goedgekeurd, zeker niet? Ja, in de herfst is het goedgekeurd. Ja, maar toen is Kees Faber bij me, wil hem graag keuren. Ja. En dat was dan een marktzoon, maar zo zie je dan hoe dat dan loopt. Zo. En hoeveel mensen zaten er toen de tijd om de baan? Ja, die zaten, die stonden. Er waren een handje 600. Ja. Ja, dat was veel. Toen in het begin van de Friesland. Ja, maar kijk, in het begin van de Friesland was de WPN-keuring er ook nog, hè? Ja, die is toen later naar Zuid-Laren gegaan, toen het NWP werd. Toen is dat onder Noden. Oh, okay. Maar het Friese afdeling, die hebben al lang samen de keuring gehad. Ja. Ik kan me herinneren, eind 80e jaren, volgens mij 88, 89, toen kwamen we in Hal en werd de zandbodem neergelegd. En toen hadden we een tribune. Een houten tribune werd neergelegd. Ja. En we hebben nu al een tribune. Zoveel mensen waren er bij. Nee, toen kwamen we elk jaar mee. Ja, volgens mij eind 80e jaren. Ja. 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 Ja, ik heb me laten vertellen dat de boerenwagen, daar zaten de VIP's op toen de tijd. Ja, ja. 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 Wat een ontwikkeling. Ja, dat zeiden we net ook nog even, want dat moet er misschien wel even in. De mensen die wachten altijd dat Heerken en Reutzen nog in de baan kwamen. Er was de keuring gebeurd, maar daar wachten ze op. Er ging niemand naar huis. Nee. In een lange lijn, Heerken en Reutzen. Naast elkaar. Naast elkaar. Ja, prachtig. Ja. Oh, ja, schitterend. Ja. Stond men echt op de banken. Ja. 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 Dat waren de Jaspers van hun tijd. Ja, ja, zeker weten. Ja. 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 Ja, we waren eigenlijk het rondje nog niet helemaal afgemaakt, want hoe zit het bij jou met de hengstekeuring? Hoe lang heb jij er... Ja, kijk, nou, ik heb al genoemd dat ik als kleine jongen meeging naar Leeuwarden toe, maar ik heb in het stamboekbestuur gezeten vanaf 82 tot 89. En het was in die periode was het de gewoonte dat de bestuursleden ook stamboekjury waren. En onder andere dus ook inspecteurs. En ik meen dat het in 86 of 87, 88, dat ik voor de eerste keer in de hengstekeuring samen met Hendrik Draaier en Pieter Boer ter vervanging van Harm. Want dan had ik een hengst op keuring. Had jij een hengst op keuring. En toen heb ik met iets. En dat waren, en ik heb later nog. Maar zat Heidema er eerst niet bij? Piet Heidema. Ja. En Hendrik Draaier en ook nog later dan met Piet de Boer. En, ja, Heidema heeft er tussen ook mee gezeten. Ja, die heeft 2-3 jaar ingezeten. Ja. Die heb ik ook meegemaakt. Dat was de start van mijn hengstekeuring. Heidema eruit gaan en Piet de Boer erbij gaan. Oh, zo. Ja. 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 Goed, dat was in de periode van Oepko onder andere. Ja. En vervolgens in de herkeuringscommissie heb ik 1 of 2 jaar gezeten. Samen onder andere met Rick Dekker. En toen is een periode wat meer besteden aan het gezin. Ik had een jong gezin, opgroeiende kinderen. En ik ben toch altijd wel jurylid gebleven. En in 2006 ben ik adjunct inspecteur geworden en 2 jaar inspecteur. En vanaf 2013, als ik het goed heb, ben ik eerst ter vervanging van Harry. Ja. Ben ik in de hengstekeuring gekomen.
En daarvoor, ook nog in de, regelmatig in de herkeuringscommissie, ja, samen met Henk van Dieren en ja. Piet Hoekstra. En met Vetsen heb ik nog meegekeurd. En toen met Bouke en Harry later. Ja. Dus in 2013, en dat is een periode van 8 jaar geweest. En toen heb ik gezegd, 8 jaar, dat is eigenlijk ook de termijn om op te houden als hengstekeuringjury. Dus dat was 2020 was het voor het laatst. Ja. En wat is het grootste verschil? Ja, als je kijkt naar het begin en nu, wat is dan het meest opvallende wat veranderd is? Ja, het meest opvallende is natuurlijk de selectiemethode. En, maar ook het type. Het lang gelijnder is er ingekomen. En vooral ook, ik ben ook altijd een groot voorstander geweest. En dat is met Mark begonnen. Met dus de ruimte in een stap. Hè, de goede stap, de takmatige stap. En ook het achterbeengebruik. En als je dat met name vergelijkt met nu. En het kan altijd verbeteren. Maar goed, als je dat vergelijkt met in de 80 jaren, dan zijn we toch een geweldige vooruitgang geweest. Maar ook in type, en dat heeft onder andere de hengst Mark heeft dat. Het was in die periode, je was Mark-fan of je was Ritske-fan, bij wijze van spreken. Nou, en Ritske had dat hele mooie type, mooie front. En, het was een sensibel paard, bij wijze van spreken, en dat gaf hij ook door. Terwijl ook Mark, daar zat wel Ritske-bloed in. Maar Mark die gaf meer de langgelijndheid en de ruimte in beweging weer terug. En dat zie je ook in zijn nakomelingen weer. Ja, ik hoor wel dat jij een Mark-fan was. Ja, goed, dat is ook mede. We hebben Mark, mijn vader had een dekstation, een hengstenstation. En dat is begonnen met Ewald, Bouke en later Iege hebben we gehad. En toen op een gegeven moment kregen we Mark op een station. Die kon hij dan huren van Pasma uit Akrum. En we hebben 4 jaar Mark op het station gehad. Ja, en daar, dat was een geweldig karakter, een gouden karakter. Maar als er gewerkt moest worden, dat zag je ook in tuig en ook in het gebruiken onder het zadel. We hebben er zelf veel met Mark gefakt. Ja, dat waren gouden karakter. Maar als ze er moesten zijn, dan waren ze er. Dat was het grote voordeel. Maar goud eerlijk. En dat heeft er natuurlijk een geweldige indruk gemaakt. En dat zag je weer terug. Onder andere later bij Beert, vind ik altijd nog een majestueus paard. En wat je bijgebleven is, dat zag ik ook weer in dat majestueuze. Dat zag ik ook bij Julius weer terug. Dat is Norbert Beert. Maar dat zag ik ook bij Julius weer terug in Amerika. Ja. Ja. Zijn er bij de anderen misschien nog hengsten blijven in het geheugen gegrift gebleven, zeg maar, na de hengstenkeuring? Kijk, ik heb eerst bij mezelf nagedacht, de hengsten die in die periode voor mij goedgekeurd zijn. Mm-hmm. Nou, misschien heeft het ook een beetje met mijn instelling te maken van, het is voor mij allemaal gelijk. Dus er is niet een hengst bij waarvan ik zeg, die heb ik nog helemaal, dat is alles. Maar in de loop der jaren bouw je natuurlijk wel wat hengsten op die indruk maken. Ja. Hè? We hebben nu al een paar gehad, maar eronder een Beert hoort er ook weer bij. Ja. Jasper hoort erbij. Dat zijn natuurlijk formidabele hengsten, ook wat de fokkerij betreft. Ja. Dus op die manier zijn er wel hengsten die, zoals Jasper, die zal altijd op je netvlees blijven. We hebben het net over Heerken en over Rijtsen gehad. Dat zijn hengsten die blijven hierbij. Ja. Maar van mijn eigen goedgekeurde hengst, dat is voor mij allemaal heel egaal. Wat dat zo heb ik er ook altijd in willen staan. Hè. Ik wil niet een hengst hebben. Ik keur een hengst goed, omdat ik denk dat die goed is. De een heeft zit een mooi verhaal bij als bij de andere. Maar uiteindelijk is het één. Het is voor mij hetzelfde, want dat was mijn werk op dat moment. Ja, maar wat je dan wel moet zeggen, van, je ziet in de loop van de jaren wel die hengsten elke keer weer terug. Dus je ziet wel een bepaalde ontwikkeling. Ja, maar daar gaat het om een aanval. Ja. Ja, maar ook over hunzelf misschien? Ja, maar ik vind de duurzaamheid wel. Maar uiteindelijk gaat het dan, zodra het hengstenkeuring voorbij is, de jonge hengsten dan is het, hoe is de navok? En
Want dat is dan belangrijk. Of je zelf in de sport is mooi meegenomen. Maar het gaat er uiteindelijk om. Zoals IJssen bijvoorbeeld. Die hebben, dat was toch onder leiding van Bouke de Boer dan. Ja, die heeft natuurlijk een enorme sportcarrière heeft die gemaakt. Maar uiteindelijk is dat mooi verhengst. En dan krijg je over klanten om. Uiteindelijk gaat het nu om. Ja. Wat, hoe doen ze jongeren straks? Precies. Ja. Hey, en Piet, nog even de vraag. Want we hadden het over, ook over de hengst die op het netvlies blijft zitten. Heerik is natuurlijk een prachtig gedicht. Is dat ook de hengst waarvan u zegt, nou, dat was dan toch ook wel, die zat bij mij blijven hangen? Ja, maar toch ook, daarna ook wel anderen hoor. Jasper bijvoorbeeld, en Anne, ja, en Beert, hebben we net ook al genoemd. Ja, stempelhengsten. Wie? Stempelhengsten. Ja. Ja. Ja, dat vind ik wel, ja. Dat die blijven allemaal inderdaad duidelijk aanwezig. En van de laatste generaties, vanaf 2013, ja, daar hebben we meevallers en tegenvallers gehad. Dat is altijd in die jaren zo geweest. Dat is altijd zo geweest. Wat mij dus in de periode dat ik samen met Piet Heidema en Hendrik Draaier, dat is de Hengst Nammen. Die heeft mij altijd wel bijgebleven. Dat was een hele sierlijke verschijning. En die kwam ook in de baan. Nammen, zei je? Nammen, ja. Met veer en souplesse. Dat viel op. En dat was altijd na afloop van de keuring, de volgende dag. Dat was op een zondag en dat deden we met de vakdagen. Dan ga ik even met mijn vader de zaak nog eens even een oerhoutje. Ja, en ik zei, wat vond je ervan? Hij zei, er is één die is me opgevallen. En dat was inderdaad ook Nammen. Maar die is mij in die periode met name, toen hij in de baan kwam. Hoe dat later allemaal gegaan is, een ander verhaal. Maar Later wel afgekeurd. De herkeuring, daar was ik bij betrokken. Kijk, die steek onder water even. Als jij de herkeuring, daar heb ik met Rick Dekker weer gezeten. Okay. Daar hebben we namelijk herkeuring gehad. Oh ja. Dan kwamen we tot dezelfde conclusie. Ja. 10-10. Ja. En waar is hij op afgekeurd dan? Op afstammeling. Ja, er is ook een herkeuring geweest voor afstammeling. Ja, vooral de beweging in de achterhand. Ja. Hij was heel wisselend. Er waren hele goede bij, maar er waren ook heel slechte bij. Maar heel wisselend, ja. Nee, maar dat is het verhaal even rond, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, maar het wel mooie hengsten, hè? Het waren mooie, het had wel mooi geleinde paarden, maar kijk, je moet wel een motor in zitten. Ja. En Nikkel en Nammen, die kwamen samen, Piet Nijdam, die kwam samen met Nikkel en Nammen tegelijk in de baan. En dat waren beide hele aansprekende hengsten. In de fokkerij anders gelopen. En hij wou ook niet aan de kampioenskeuring, dat de hengsten niet aan de kampioenskeuring deelnamen. Ja, dat is natuurlijk ook, of dat nu verstandig geweest is, dat laten we maar in het midden. Maar ik vond het zelf wel. Hij was wel consequent. Ja. Hij zei, ik doe niet mee, als hij niet op afstammeling goed gekeurd is, dan doe ik niet mee aan een kampioenskeuring. Dat was in principe, en dan trok hij zijn eigen hengst nog terug. Respect voor hem. Of komt hij maar, als zit hij maar op de loodlijn. Ja, we hebben die discussie vaak gehad. Ja, jawel. Nee, maar dan heb je echt een ondertrainend aan. Ja, nou, we hebben het nu op voor de loodlijn komt. Ja. Maar ik hoor wel een slogan in het midden, en zijn het er niet allemaal mee eens. Uiteindelijk, dat gaat even over de stap. Uiteindelijk wordt de staplengte bepaald door de ruimte die het voorbeen neemt. Als je een paard hebt met een stijlschouder en die treedt wel onder, maar het voorbeen zet hij veel te snel neer, dan bepaalt die uiteindelijk de ruimte van de stap. Ja. Dit zal ze niet hebben. Ik denk er anders over. Ja. Nee, die praat in feite ook over overstap. Die praten eigenlijk alleen maar over overstap. Ja, daarom. Maar als het voorbeen niet wegkomt. Je wilt ook dat het been uit de schouder komt. Ja, daarom. Uiteindelijk moet je ze alle twee hebben. Ja, je moet ze alle twee. Ik ken ook paarden gewoon die zelf, die bijvoorbeeld niet helemaal het voorbeen helemaal wegzet, maar toch een overstap hebben. En dat is belangrijk. Ja, ja. Ze moeten nu achter die overstap hebben. Ja, ja, maar wij, met de juryleden, die worden anders opgeleid, dat men de lengte van de stap bepaalt door de lengte, het wegzetten van het voorbeen. Ja, ja. Ik ben er nooit zo'n helemaal fan van geweest. Ik vond dat de combinatie moet zijn. Nee, maar ik zei het ook wel tegen Hans Horstee. Hans moet er niks aan hebben, die uitspraak. Dus ik zei tegen Hans, ja, dat doet hij nu niet meer. Ga eens op handen en voeten staan bij mij hier in de kamer. Loop het achterbeen er goed onder. En het voorbeen, ja, dat moet je optillen en direct weer neerzetten. En dan heeft hij een korte stap. Kan bij mij niet anders. Nee.
Ja, het heeft ook met de lichaamshouding te doen. Als je dus dit hebt, dan mag je het voorbeen dus iets eerder neerzetten, bij wijze van spreken. Ja. Want het maakt wel de ruimte naar voren, maar dat is qua tijd ruimte. Hè? Ja. Maar als je op het achterbeen is, dan bepaalt toch mede ook dat achterbeen. Ja, nee, maar natuurlijk moet het achterbeen eronder komen, anders lukt het nooit. Ja, maar daarom zeg ik ook, uiteindelijk wordt de ruimte bepaald door waar dit voorbeen is. Ja. Ja. Oh, dat is een heikel punt misschien, hoor. Ja, we hebben de laatste hengstekeuring regelmatig deze discussie gehad. Ja.